Hallo lieve leeuw, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 51, 18 december tot en met 24 december. Het is een algemene weekreading. Haal er vooruit wat je nodig hebt. Lieve leeuw, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Je bent heel erg bezig om op je doelen te letten. Het voelt alsof je grenzen opzoekt. Grenzen van anderen, maar ook je eigen grenzen. Alsof je soms ook even niet meer weet wat je nu moet doen of wat je nu wilt. En het voelt een beetje alsof je dingen maar op je af laat komen. Maar weet ook dat je om hulp kan vragen. En weet ook dat je kan vragen om wat je wilt. We gaan eens even verder kijken, lieve leeuw. Wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de leeuw deze week verwachten? Okay, dan zie ik eigenlijk ook dat er meer mensen om je heen zijn die echt om je geven. Al heb je soms het gevoel van niet. Je bent heel erg aan het ontplooien. Je bent heel erg aan het ontdekken. Steeds een stapje verder. En de ene keer is geen piekeren. En de andere keer, hoeps, een en al pieker. Het is vooral belangrijk om je echt te focussen op wie ben ik. En waar wil ik staan. Want dat heb je zelf in de hand. En kijk eens naar wat je echt waard bent. Want op die manier kan je veel makkelijker stappen zetten. Je bent dingen aan het loslaten. Het voelt ook alsof je heel veel prikkels om je heen voelt. Of overprikkeld een beetje aan het raken bent. En tegelijkertijd mag je jezelf dus echt opladen met even liefde en licht voor jezelf. En dat kan vanuit meditatie. Het kan vanuit visualisatie waar jij je goed bij voelt. Maar dat opladen is zeker belangrijk. We gaan even kijken, lieve leeuw, naar een mooie boodschap voor jou. Okay, ik zie dat er heel veel op je afkomt. Ik let op mezelf en kan negeren wat mij stoort. Zelfbescherming. Ik kan complimenten geven en ontvangen. Ik ben sociaal. Ik kan om hulp vragen wanneer ik dat nodig heb. Steun vinden. En ik kan altijd iets vinden waarvoor ik dankbaar ben. Positief denken. Lieve leeuw, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil jij je verder ontwikkelen? 12 januari begint de mediumschapsopleiding. Er zijn nog een paar plekjes voor vrij. Wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken. Hele fijne feestdagen. En wie weet, tot de volgende keer.